Welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van het programma Mijn Verhaal. Voor deze aflevering kregen we een tip uit Zeewolde. Hallo, ik ben Sabrina van der Donk en ik heb meegedaan met de misverkiezing. En ik ben een gelukkige, want ik mag zondag Nederland vertegenwoordigen met de misverkiezing in Turkije. Wordt een enorme leuke ervaring en een super uitdaging. En morgen ga ik al vliegen, dus het wordt heel erg spannend. We zijn nu nog op het strand in Zeewolde. We willen wel even zien of jij kunt lopen als een model alvast. Ah nee, dat zien jullie daar wel. Dat ga ik hier niet doen als je het niet erg vindt. Gaan jullie daar nog trainen ofzo? Ja, ik krijg daar 3 dagen. Daar ga ik dus trainen. Ik moet mezelf dus ook gaan presenteren. Ik ga dus ook dan catwalk lopen, hoe ik dat allemaal moet gaan presenteren. Je moet verlegen zijn, dat soort dingen. Ik vind het wel heel erg leuk. We gaan nu een fotoshoot doen en zwart-wit op de boot en gaan we nog meer doen. Alleen zwart-wit, maar in verschillende outfits, verschillende haar, de make-up blijft hetzelfde en op verschillende locaties. Sabrina ontspannen, die schouwers op. Sabrina, draai nou eens iets meer naar mij. Ja, mooi. Dit is mooi. Super Sabrina. Niet te veel met je hoofd. Ik dacht dat je niet blond was. Grapje. Toen we jou de laatste keer zagen in Zeewolde, zag je er heel anders uit. Ja, wat ze met make-up en met haar wel niet allemaal kunnen doen, hè? Ja. Lijkt je gezicht er niet van licht, hè? Kunnen we de jouw sjaaltje niet iets mee onder heup of zo? Nou, gewoon even verpakken. Juist het zwart-wit, nee, maar... Heb jij ook nog iets te zeggen over hoe je op de foto komt? Nee. Ja, het wordt allemaal tegen mij verteld hoe ik moet gaan staan en doen, dus het komt allemaal goed. Als model, ja, heb je daar niet echt veel over te zeggen. Behalve als het iets is wat je zelf niet fijn vindt qua blootheid of zo. Maar niet qua posers, dan hebben ze eigenlijk niet zoveel te zeggen. Het is een heel mooi beeld, alleen ik heb nog heel veel been. Ja, kijk hangen. Ja, super. Moet je kijken, ik heb gewoon een eigen hotelkamer. Het luxe van het luxe, echt een suite. Het is zo'n mooi uitzicht, je hebt gewoon uitzicht over het strand. Dit is dus de jacuzzi waar ik vannacht heerlijk in heb gezeten. Doei. Ik ben fashion stylist en ik ben degene die Sabrina zover heeft laten komen dat ze hier mag deelnemen aan Miss Kamer International. Ik heb een team samengesteld, waaronder een fotografe Linda van der Broek en Esther Steen, die is onze visagiste. Met ons als drieën gaan wij ook fotoshoots nog maken, dat buiten de verkiezing staat. Wij maken haar net iets extra's, zodat ze net wat meer opvalt, net wat meer allures krijgt. En zij moet de rest zelf doen. Dat kan ik niet voor haar. Dan kan ik haar nog zo mooi aankleden, maar als ze zoutzak bij gaat staan, ja, dan heeft het geen nut. We gaan dus nu weer een shoe doen met hele strakke schoenen. Ja, hij zit zo wat beter. En ik lijk net een zeemermin. Kijk eens naar de lamp. Super, meid. Super. Wow. Poppetje, man. Of ik het ga maken als model. Ik weet het niet. Ze proberen door al die fotoshoots die ze hebben gedaan, proberen ze dat dus te verkopen aan bladen. En als ik thuis ben, ga ik me ook weer helemaal oriënteren op modellenwerk. En dan ga ik me dus ook weer inschrijven bij bekende modellenbureaus. Maar ben je bereid om er genoeg voor te laten? Niet te veel eten bijvoorbeeld? En dat eten, dat wordt voor mij wel lastig, want ik ben eigenlijk dol op eten. En cola drinken 's ochtends mag ook niet meer. En dat wordt wel echt afkicken dan. Vanavond gaan we uit. Vanavond we are going out. We zijn er helemaal klaar voor worden. Volgens mij gaan we om 11 uur gaan we weg. Hier is onze bodyguard. Deze gaan we nu dus proberen. Dat wordt echt super lachen. Wow.
We krijgen dus les van een model die zelf overal aan toe is geweest, Milaan, Parijs, etc. En die vertelt hoe we moeten lopen, in elkaar moeten lopen, dat we niet heel saai moeten staan, maar een beetje overdreven doen, want het ziet er zelf gewoon op camera veel beter uit. Altijd moeten lachen en hoe we moeten lopen. It's not difficult, it's very easy, it's too much easy. Hoe is je concurrentie hier? Nou, concurrentie, nou dat hoor je of heb ik ook gefilmd. Dit is Merla. Hi. Petra. Hi. Daar weer een meisje, volgens mij is ze neptieten. Even inzoomen. No! We zijn nu met 30 meiden. Er zitten een week geleden dacht ik van, nou, komt allemaal wel goed. Maar er zijn 3 dagen geleden zijn er weer 7 meiden bijgekomen. Dat zijn eigenlijk allemaal de mooiste meiden. We hebben het aan haar gevraagd. Ze heeft dus geen neptieten. Schoonheid is niet alles in deze wedstrijd. Innerlijk is ook heel erg belangrijk. En tot nu toe heb ik daar nog een streepje op voor. Dus ik zie allemaal wel en ik weet niet waar ze allemaal op gaan letten. Dus voor mij wordt de finale morgen heel erg spannend. Sabrina Van. Sabrina Van der Don. 1.78 boyunda, 88, 62, 90 ölçülerinde. Hoe ga ik eindigen? Oei. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat ik de laatste 5 kom. Eerst hoef ik niet per se te worden. Dat is natuurlijk altijd maar meegenomen. Maar ik probeer echt en ik ga echt alles eraan doen om bij die eerste 5 te komen. Mannen, Sabrina. En we zitten er toch in, hè? 3e gewonnen. Oh, ik ben zo blij. Ik wil eigenlijk nu iedereen bellen, maar... Ik weet niet wat ik moet doen vanavond, gaan we nog dik feesten. Het is gewoon echt heel super fijn gevoel. Gewoon 3e van al die 30 meiden. Ik ben echt ontzettend blij en ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wil iedereen bellen en tranen schieten bijna in mijn ogen.